Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Heel veel mensen hebben mij heel erg geholpen en daarom krijgen ze bij deze gewoon even die dikke shout-out van mij. Ik hoop niet dat jij nu meteen de video wegklikt omdat het zo'n video is, want je moet ook gewoon weten welke mensen ook achter mij staan en mij eigenlijk altijd helpen. En dit keer ook vooral heel veel met ook spullen en zo hebben geholpen. Dus ik hoop niet dat je meteen wegklikt, maar gewoon even blijf kijken. En ik ga gewoon beginnen. En er zijn mensen die gewoon er altijd voor me zijn. Er zijn mensen die gewoon altijd chill tegen me zijn. Er zijn mensen die hebben gewoon spullen ook gewoon gegeven en zo. Of bijvoorbeeld voor de 24 uur stream. Er zijn mensen die altijd mee kunnen. Wordt natuurlijk wel heel scheef met video's. En er zijn gewoon heel veel mensen. En die wil ik gewoon allemaal even helpen. En ik zeg gewoon even duidelijk bij wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan. En ik ga maar gewoon beginnen. Jullie zien daar iets heel moois liggen. Dat is een microfoon. Ik zal er even bij pakken. Zo, ik heb deze microfoon van Twan gekregen om te mogen lenen bij de 24 uur stream. En daarom, Twan's Insta staat even in de beschrijving als eerst. Super chill dat we die mochten lenen. En ook Twan is er altijd bij eigenlijk bijna alle Minecraft video's. En hij staat er ook altijd achter en ik kan hem altijd wel bijvoorbeeld skypen of wat dan ook. Dus echt dikke SO naar Twan. Ik weet ze Insta niet uit mijn hoofd, maar staat in de beschrijving en ook even in beeld. En dan gaan we door naar de volgende, waarvoor bijvoorbeeld iets van de 24 uur mocht lenen. Dat is Koen. Want Koen heb ik sowieso Black Ops 3 mogen lenen. Niet alleen voor de 24 uur misschien, maar die mag ik gewoon lenen, want hij gebruikt hem toch niet. Dat vind ik fucking vet. We mochten ook GTA van hem lenen. Ik had zijn account van hem mogen lenen. Echt, altijd als ik met FIFA, hij wilde ook squadbills voor me doen. Fucking chill, daar wil ik hem ook super erg voor bedanken. Dus bedankt Koen. Koen is er ook altijd. Ik kan hem altijd appen als ik zeg, yo, kom video opnemen. Kan bijna altijd, behalve in weekenden, want dan gaat hij varen ofzo. Dan hadden we ook nog Zico. Zico die wel, volgens mij wil die het wel video's uploaden op mijn kanaal. Maar even buiten dat. Van hem mocht ook Black Ops 3 lenen. Het is niet deze. Deze was van Koen, maar Cyrano had van hem Black Ops 3. Zico, super bedankt daarvoor. Dan daarna Brent. Ik mocht Brent's account lenen met Black Ops. Dus daardoor kon ik alle DLC spelen. Want die had heel normaal. En Brent kijkt ook eigenlijk bijna altijd bij mijn livestreams. Kijkt ook al mijn video's van altijd. Dus Brent, thanks daarvoor. En er komen denk ik ook binnenkort meer video's. Maar dat ik bijvoorbeeld ook Black Ops Zombies ga spelen. Want dat vind ik nu even heel leuk. En ik heb Black Ops. Dus er komen waarschijnlijk wat meer video's over. Nou, dan sowieso Cyrano en Tristan. Die wilden meedoen met de stream. Super bedankt dat jullie wilden meedoen. En Cyrano sowieso, die is eigenlijk altijd online. En Tristan, ja, die kijkt, ik weet eigenlijk niet, die was er gewoon bij. Dan wil ik daarna nog gewoon niet een speciale shout, maar gewoon nog even bedanken, gewoon met YouTube. Nou ja, eigenlijk twee super speciale shouts nog zijn Jorik en Levi, oftewel Dutch Wampie. Oftewel, Kakkelekte Jorik en Dutch Wampie. Echt, wajo, wat ik van hun ondertussen heb gekregen. Ik vind het super sick en daardoor ga ik binnenkort ook weer nieuwe dingen kunnen kopen. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen wat ik ga halen, want aan de ene kant wil ik weer een Astro A40 met mix amp halen, zodat ik een keertje niet twee verschillende oortjes zo in hoef te hebben, want dan ben ik van het gezeik af. Dat doe ik aan de ene kant, maar aan de andere kant wil ik ook weer een SSD halen en weer nieuwe games. Dus ja, dat weet ik nog niet helemaal wat ik ga doen, maar super bedankt voor hun donaties allemaal en ik blijf ze me altijd sowieso zeggen. En dan hebben we nog de niet super speciale shoutout en dat zijn Wouter. Bijna altijd voor Minecraft video's. Coin die echt vanaf het begin al altijd voor video's met vrienden. Hij zou altijd Minecraft. Zou altijd ook wel FIFA of Black Ops willen doen. Dus super bedankt daarvoor. Sil ook voor de Minecraft video's. Ja, Daniel. Ja. Ik weet niet echt wat ik over Daniel moet zeggen eigenlijk, maar alsjeblieft Daniel. Ik hoop dat hij deze video kijkt. KPN voor het leveren van fucking shit internet. Ik zat net ronde 27 met Black Ops. Bam. Iedereen echt. Weet je wat er gebeurde? Oké. Ik ging dood. Ik werd revived. Hallo. Ik ging dood. Ik werd revived. De rest ging dood. Ik hoefde echt nog maar 15 zombies te killen. En de ronde was zeg maar opnieuw. Internet lag eruit. En ik weet niet of ik nu alweer goed internet heb. Maar het lag gewoon in één keer uit. Nou, fucking. Echt haat aan KPN en deze wijk. Maar maakt even niet uit. Ja, en dat was het. Ben ik jou nou echt vergeten? Sowieso, alle mensen die het verdienen, die voelen het ook wel dat ze het verdienen. En ben ik je vergeten? Laat het dan maar gewoon even achter in de reacties. Weet je, gewoon een dikke SO naar deze mensen.
Ja, ik kan het wel leuk gaan doen. 1 like is 1 respect of SO voor deze mensen. Maar ja, doe maar gewoon een buitenhand omhoog achter. Of je het leuk vindt of niet. Ja, doe het maar gewoon. Misschien is het een like of een respect voor de mensen, maar... Laat sowieso gewoon een blauwnepje omhoog achter. Het ziet er gewoon wat leuker uit. En dat was dit deze video. Ik hoop dat je het hebt genoten. Je weet het. Tot de volgende keer. Dan zeg ik nog maar 1 ding. En dat is... Later.